Dus ja, ik zeg dat Helvetica nog altijd te vaak gebruikt wordt en het helemaal niet verdient zo populair te zijn. Hey, Jens hier van Talent Academy hier. In deze video lucht ik mijn hart over Helvetica. De zin en de onzin om te kiezen voor Helvetica. Maar vooral de onzin. Ga je wel of niet akkoord met mijn mening? Laat gerust iets weten in de comments. Ik geef hier verschillende redenen waarom ik dat denk. Gaande van onder andere verkeerd beheer van het lettertype, beperkingen en de creatieve keuze die erachter schuilt. Wees ook zeker om te kijken tot het einde waar ik goede alternatieven voorstel. Maar eerst een klein beetje geschiedenis. Ontworpen door Max Miedinger en Eduard Hoffman en uitgegeven in 1957. Oorspronkelijk onder de naam Neu Haas Grotesk, 3 jaar later naar de naam die we nu kennen. Het lettertype werd al spoedig vrij populair. Tot op vandaag domineert Helvetica praktisch de grafische industrie als het aankomt op lettertype van keuze. Zo moet je maar eens opzoeken in hoeveel logo's het verwerkt werd. Of je bekijkt de documentaire. Hoeveel lettertypes kunnen zeggen dat een volledige film aan hen wordt besteed? Waarom die populariteit? Dat is giswerk. Helvetica is niet super elegant, verfijnd, leuk, economisch, leesbaar. Begrijp me niet verkeerd, het is ook niet per se heel slecht in die zaken. Sommigen zeggen dat het neutraal is. Als je het aan mij vraagt, neutraal is het zeker niet. Het heeft een toets vertrouwde vriendelijkheid. Ieders friendly next door neighbor. Niet te stijf, niet te speels, maar de perfecte appeal voor een breed publiek. En dat brengt me bij de huidige situatie. Ik en vele andere designers zoals mij krijgen vaak te maken met Helvetica en we botsen dan ook vaak op de beperkingen. Laten we starten met version mixing. Alle Helvetica licenties die je vindt zijn revivals. Dat zijn digitaliseringen van het originele loden lettertype. Hiervan zijn er reeds veel versies, uitgegeven door verschillende type foundries, verschillende designers of op verschillende tijdstippen. Het zijn alle per definitie verschillende versies, met verschillende proporties en een tekenset die bij de een al uitgebreider is dan de andere. Grafisch ontwerpers hebben dit niet altijd door of willen gewoon de klus geklaard krijgen en gaan daarom verschillende versies met elkaar mengen of de versie gebruiken die zij wel ter beschikking hebben. Persoonlijk haak ik ook wel af op de beperkte mogelijkheden. Het lijkt misschien iets heel klein, maar ik ben nogal een type aficionado. Dus ik heb mijn cursief graag echt cursief. Helvetica heeft een obliek. Dat is botweg gezegd een schuine versie van de rechtopstaande tekens. Terwijl bij een italic de lettertekens fundamenteel anders geconstrueerd zijn. Er is ook geen echte klein kapitaal. Het is gewoon een verkleinde versie van de gewone kapitaal, waardoor het lijkt alsof deze een lichter gewicht heeft. Bijkomend zijn er ook geen uithangende cijfers. Toegegeven, dit ontbreekt bij veel schreeflozen, maar ik heb toch graag de keuze. En modernere digital first lettertypes durven dit wel aan. Revivals daarentegen zullen niet al te vlug durven raken aan de kern van een ontwerp. Mijn bescheiden mening, weinig mogelijkheden tot finesse leidt tot minder verfijnde typografie. Zelfs indien op een professionele manier gezet. Helvetica is ook niet de meest ideale keuze in een geglobaliseerde wereld. Niet alle tekens om verschillende talen te ondersteunen zullen aanwezig zijn. Op zijn minst wil je de uitgebreide set voor het Latijnse schrift, het schrift dat wij gebruiken, met alle nodige diacritische tekens voor bijvoorbeeld Oost-Europese talen. Daar kom je bij sommige versies al in de problemen. En dan val je al gauw terug op het zoeken naar een oplossing, zoals bijvoorbeeld mengen met een fallback font, zoals bijvoorbeeld Arial, die zwaar geïnspireerd is door Helvetica en veel vollediger is. De laatste versie, Helvetica Now, uit 2019,
is ontworpen om beter leesbaar te zijn op scherm. Maar het is daarom geen screen-first design. De oorspronkelijke Loden Helvetica was uiteraard niet ontworpen voor scherm of algemeen hedendaags gebruik. Er waren helemaal nog geen schermen. Maar zelfs in druk kan je Helvetica best niet al te klein zetten, want dat brengt de leesbaarheid in gedrang. Functioneel en economisch minder interessant dus. Google, Apple, IBM, Netflix. Het zijn allemaal globale spelers die om deze redenen afgestapt zijn van Helvetica als brandfont ten voordele van een op maat gemaakt hedendaags lettertype dat de eigen identiteit beter uitdraagt en ook meteen kostenbesparender is. Ten slotte zou ik de vraag durven stellen, is er wel een creatieve keuze gemaakt? Is er getest op gebruik in verschillende contexten? In de regel is kiezen voor een systeemfont in onze branche een beetje een no-go geworden en enkel toegelaten voor fallback-fonts voor bijvoorbeeld gebruik op web of gebruik door niet-designers van het bedrijf. Ik zou nooit kiezen voor een Arial, Calibri, Trebuchet, Lucida Grande, Palatino, Times, met of zonder New Roman, om een identiteit op te bouwen. Net omdat die identiteit allesbehalve uniek oogt. Wie alternatieven zoekt, kan misschien zijn gading vinden in deze moderne lettertypes die ontworpen zijn voor hedendaags gebruik. Ik denk aan Actief Grotesk, Swiss International, Acumen Pro, Proxima Nova, Untitled Sans of Neuhaas Unica. Ontwerp je vooral voor scherm, dan heb je de Google-alternatieven zoals Roboto, Open Sans of Noto Sans. Verwacht hier zeker geen klonen van Helvetica. Beschouw het eerder als de volgende generatie. Hetzelfde DNA, maar toch verschillend.